Allen die uit de waarheid zijn, luisteren naar mij. Aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, amen. Die waren bij de weerstaande, wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dierbare, wat is die waarheid? Jezus zegt, allen die uit de waarheid zijn, die niet geboren zijn uit de wil van een man of uit de lust van het vlees, maar uit God, die luisteren naar mij, die erkennen dat. Die waarheid is, er is maar één God, en dat zijn drie personen. En de tweede waarheid is dat de tweede persoon mens wordt om ons te verlossen. En dat is waar wij naar geluisterd hebben bij Jezus. Dat hebben we meegenomen. Dat is eigen aan de christenmens. Want wat is een christenmens? Een christenmens is een leerling van Christus, die gedoopt is met het teken van het kruis, met de namen van de Heilige Drievuldigheid, en die dat ook belijdt, de leer van Christus, en dat in de ware kerk. Dat is een christenmens. Maar, hoe kan ik die herkennen? Een christenmens, die kun je erkennen als hij die leer onderhoudt. En soms draagt hij een teken, zoals een soldaat of een generaal, een kruis. De generaal of de officieren, die dragen dat meestal links of rechts op hun borst. Iemand die wil te kennen geven dat hij, christen is, die draagt dat meestal ten halve. Maar het is niet omdat je een kruisje draagt, dat je christelijk bent. We kunnen wel zeggen, die draagt een kruis, we kunnen denken, dat is een christen. Christen-katholiek. Maar dat is niet gezegd. Dat is geen voldoende teken dat je... Er zijn nog andere tekenen die nodig zijn. Bijvoorbeeld, als je knielt, voordat je de communie gaat, of je gaat voorbij een kerk en we gaan daarvan uit dat Jezus daar is, en je doet je hoed af en je groet in je geest, Jezus, ik groet u, ik ga voorbij uw huis, maar doe mij de hoed af. Tegenwoordig dragen ze geen hoed meer. Maar dat zijn tekenen. Dat zijn tekenen. En ik heb het dus vandaag over het kruisje. Over het kruis. Over het kruisteken. Want dat is eigenlijk ons teken. Het kruis. Er hangt een heel groot kruis. Daar staat een kruis op het altaar. En een christenmens vereert het kruis. Dat is zijn teken. Daardoor geeft hij te kennen dat hij christen is. En u weet het, een kruisteken. Ik heb hier juist een kruisteken gemaakt samen met u, maar ik heb gezien zowel bij u en bij mij gedacht, oh, ik heb dat niet echt met alle nodige vroomheid gemaakt. Ik heb gewoon aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gezegd. En jij hebt dat ook gedaan. Maar een kruisteken maken, dat is voorgeschreven. En de eerste kruistekens die een moeder of een vader aan een kind geeft, dat is met hun duim of met hun twee vingers, het voorhoofd,
van hun kind. En wij doen dat ook bij het evangelie nog. We zeggen, terwijl dat we juist voor het evangelie, dat ik beleid, of dat ik dat opneem in mijn verstand, de waarheden van het evangelie dat ik ga horen, dat ik het ga beleiden met de mond, en dat ik in mijn hart die waarheden bewaar en bemin. Verstand en beminnen. En ook moet je het beleiden. Je moet het nog vertellen, je moet het tonen. Dat is een mogelijkheid. Maar voor de mis en voor de preek maken we het kruisteken, twee vingers of zoals het voorgeschreven is, of met een volledige hand. En ons linkerhand leggen we op de borst, onderaan de borst. Dat is voorgeschreven voor de priester en dat wordt aangeraden. Voor de priester is het voorgeschreven. En dan zeggen we in de naam van de Vader, in de naam van de Vader, de Zoon, boven de hand, niet eronder. We gaan naar links en de Heilige Geest, trekken die lijn door en zeggen amen. Een verticale beweging, een horizontale beweging, dat hand ligt vast en ondertussen spreken we woorden uit. Dat is een kruisteken maken. En nog een beetje vroom ook. Weten waar je mee bezig bent. We doen dat niet altijd. Maar dat ga ik u nu vandaag uit de catechismus een beetje voorhouden. We zeggen in de naam. En in dat woordje in de naam ligt de Godheid in. We zeggen niet in de namen, maar enkelvoud in de naam. En dan noemt het mysterie van de drievuldigheid op. Maar dat woordje in de naam wijst naar de Godheid. Naar alles wat het mysterie van God omhoudt. En als we zeggen in de naam, dan is dat niet dat ik dat in naam van God u kom vertellen. Maar dan betekent dat ter ere van. Ter ere van. Ik ben dus geen ambassadeur. Ter ere van. En dan ligt heel alle geheimen, alle eigenschappen van God, ligt daarin. In die naam. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het loopt allemaal weer een beetje doorheen. Op het einde zeggen we ook nog een keer amen. En amen is een Hebreeuws woord. En als het op het einde staat van de zin, dan betekent dat het zij zo. In het Frans zeggen ze ainsi soit-il, dat het zo zij. Wij Vlamingen, wij zeggen alleen amen. Wij zeggen niet dat het zo zij. Amen. En als we dan dat kruisteken maken, dan liggen daar twee grote geheimen in. Het geheim van de mens, van de eigen drievuldigheid en van de menswording. Dat van de eigen drievuldigheid ligt dus in de naam één God. En we noemen die drie personen op. Het mysterie van de eigen drievuldigheid, dat is heel gemakkelijk begrepen. En dat drukken wij uit als wij dat uitspreken. Uitspreken. In de naam van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest. Dus bij het uitspreken. We denken nog niet aan de beweging. Of aan het trekken van het kruis. Alleen het uitspreken. Dat uitspreken is wat we inwendig weten, denken. En wij beleiden dat naar buitenuit. We beleiden met onze mond. Maar dat komt uit ons hart, uit ons verstand. Dat komt daaruit. Dus door datgene, door het uit te spreken.
De menswording, die wordt uitgedrukt door de beweging te maken. Door de beweging. Jezus, het woord van de Vader, de wijsheid zit hier. Wij zeggen in de naam van de Vader. En we gaan naar beneden. Jezus, de Zoon, het woord komt voort van de Vader. De zetel, de Vader. In de naam van de Vader. En door de beweging te maken, het trekken, de beweging, beleiden wij het mysterie van de menswording. Het mysterie van de menswording. De wijsheid van de Vader wordt voortgebracht en in de tijd is dat Jezus. Hij zal de naam Jezus dragen als mens. Dat is het mysterie van de menswording. Maar, we gaan er vandaag niet bidden, maar bijvoorbeeld in het credo dat we zondag zingen, daar staat in die omwille van ons mensen, omwille van ons is mens geworden. Waarom? Om ons te verlossen. Ah, in het mysterie van de menswording, zijn twee onderscheiden mysteries, maar toch, hij is mens geworden om ons te verlossen. We trekken meteen het tweede mysterie door van de verlossing. Dat wordt beduid van links naar rechts. We zeggen hier wel de Heilige Geest, omdat wij het mysterie, we zeggen Heilige Geest, omdat we het mysterie van de eigen drievuldigheid beleiden, uitspreken. Maar nu door de beweging van links naar rechts. Waarom? Op de jongste dag zullen er twee groepen zijn. Diegenen die aan de linkerkant van de koning staan en diegenen die aan de rechterkant van de koning staan. En diegenen aan de rechterkant staan zal Jezus zeggen, komt gebenedijden naar het rijk van de Vader, dat voor u alle eeuwigheid is voorbereid. En dan zeggen, ga weg van mij, verdoemde. Dus, links, verdoemd, rechts, gezegend. Wat heeft Jezus gedaan door het verlossingswerk? Hij heeft ons uit de slavernij van de duivel getrokken en ons kinderen van God gemaakt. Dus, van links naar rechts, betekent door die trekking het mysterie van de verlossing. Wij zijn van links naar rechts verlosten. En van tijd tot tijd valt dat voor dat begenadigde zielen, dat die aanvoelen, er is hier een geest op mij, rond mij. En dan zeggen die, als dat aan mijn rechterkant is, zal dat wel een goede geest zijn. Uit ervaring weet ik dat. Maar als het aan de linkerkant is, dan is dat 9 keer op de 10 een duivel. Dus die voelen links en rechts aan. Wij voelen dat niet altijd samen. Ik toch niet. U misschien wel. Maar links en rechts kan soms wel iets betekenen. Wel nu, de catechismus legt ons links naar rechts uit. De catechismus zegt ons dan ook, wanneer moeten wij het kruisteken maken? En dan geeft hij aan, als je opstaat om de goede God te danken en uw dag aan God, naar God op te richten, want een mens leeft alleen maar voor de glorie van God. Als hij even nadenkt, hij denkt daar niet altijd over na, bij het opstaan, om aan God te betuigen dat wij hem toebehoren, dat wij door hem zijn vrijgekocht. En we offeren ons de dag op. Als we eten, weer om hem te danken dat we eten hebben, dat hij het nog lekker gemaakt heeft ook, als het goed gekookt is. En om krachten op te doen om voor God te werken. En als we gaan slapen, om God voor de voorbije dag te bedanken, om een vergiffenis te vragen voor de bedreven fouten van die dag, voor onze mankementen. En om zijn zegen af te smeken voor de nacht.
want wie weet zal ik morgen vroeg wakker zijn. 'S Morgens, 's avonds, en ziet hoe dikwijls dat u eet. Het eten verdeelt u een dag in compartimenten. Dus met andere woorden, je leeft onder de zegen van de eigen drievuldigheid en van de verlossing en van het verlossingswerk van de menswording. Dan moeten we dat kruisteken maken. Maar, niet alleen dan, de catechismus zegt, er is nog een ander moment dat je het kruisteken moet maken. Wanneer je pijn hebt, of een smart, wanneer je bekoord wordt. De christen heeft het kruisteken uitgekozen, omdat Jezus ons verlost heeft op het kruis. Het is op het kruis dat Jezus, het verlossingswerk, ons verlost heeft uit de klauwen van de Satan, slavernij van de Satan, en gebracht naar de kinderen van God. Dus het kruis heeft een grote macht op Satan. Het kruisteken is als een exorcisme. Ga weg, Satan. Satan heeft schrik van het kruis. Want door het kruis is hij overwonnen. U weet het, in de traditionele mis, de mis die u bijwoont, 33 keren wordt het kruis gemaakt. In de moderne mis kunt u het soms gaan zoeken. Het kruis krijgt geen waarde meer. Vandaag 33 kruistekens. In dat kruis zit geheel ons verlossingswerk. Dus het kruisteken is een openbare belijdenis van ons geloof. Het is een belijdenis, omdat we het uitspreken en we tonen het ook nog. Het is een kort gebed dat het lijden en de verdiensten van Christus in zich houdt en het verjaagt dus de duivel. Even zien hier. Heeft geen belang. Het kruisteken, zoals gezegd, is ons teken. Dat moet geëerd worden. De eerste christenen, die als zij problemen hadden, die maakten een mooi kruisteken. Maakt dat heel mooi, de beseffende, dat is het mysterie van ons geloof. Daar zit een kracht achter. Dus geen onnadenkend kruisteken maken, een labberlottig kruisteken maken, dat kan gewoon niet. Als je daarop betrapt, of je ziet iemand een lelijk kruisteken maken, een onverzorgd kruisteken maken, zegt dan mijn Jezus, mijn barmhartigheid. Die kent er precies de waarde niet van. De waarde van het kruis. Daardoor ben ik verlost. Een dierbare, het kruis is het schoonste en het meest edele en waardige dat wij hebben. En het kruis komt altijd terug in de mis, heb ik gezegd. Als de priester iets zegent, als er een handoplegging gedaan wordt, als de priester bij u thuis weggaat, we kunnen een hand geven, maar dat doet iedereen. Maar de zegen van de priester krijgen, dat kan alleen maar de priester geven. Maar die zal die geven onder de vorm van een kruis. Want alle genade komt van het kruis, verdiend door Jezus op het kruis. Een ander puntje, zegt de catechismus. Hoe belangrijk het is als je bij mensen komt die zich christelijk, katholiek noemen. Waar is nu het kruis hier? Ik ben precies niet bij christenen. Ik zie geen kruis hangen. Oh ja, het hangt bij ons in de achterkamer. Zoals in het Vaticaan, daar hebben ze de kruisen weggedaan om de vreemde godsdiensten, de mensen van de vreemde godsdiensten, niet te ergeren. Dierbare. Catechismus zegt, raad aan,
in iedere plaats van uw woning een kruis. En dan moet je niet dat kruisje pakken van uw paternoster dat je niet ziet hangen. Maar een kruis tenminste dat je ziet. Gelijk wij, we hebben ook een groot kruis. Zie je tenminste. Volgen wij dus niet na wat er hier gebeurd is, wat in het Vaticaan is gebeurd, wat op de rechtbank gebeurd is, men heeft alle kruisen weggehaald. Maar zorg ervoor dat je overal een kruis hebt in je, dan kun je zien, ja, voilà. En als je dan in een of welke kamer zit en je hebt, ik heb een smart of ik heb een pijn, kun je dat kruis kijken en zeggen, ah ja, Jezus, daar heb jij ook pijn gehad. En je verenigt u. Catechismus gaat verder. We zijn geschapen om naar de eeuwigheid te gaan. Dat wil zeggen, dat loopt over de dood. Als je iemand gaat, wat zou ik zeggen, als die persoon het geluk heeft dat daar iemand komt en bijstaan in de laatste uren hier op aarde, en als jij dat zijt, zorg dan dat je gewijd water bij hebt, en nog een kruis. En dan geef je dat. Je laat hem dat kussen. En je zegt tegelijkertijd, Jezus, het kruis, kussen. Het kruis. Het is alsof we Jezus op het kruis kussen die ons verlost heeft. Die al mijn zonden gedragen heeft. Daar is een aflaten aan verdiend. Dus, verzorg uw kruisteken. En sta er van tijd een keer bij stil. En het mysterie van de eigen drievuldigheid met de woorden. En het mysterie van de verlossing, van de menswording en verlossing. Met uw gebaren, dat je die woorden mooi uitspreekt. En die gebaren mooi trekt. En opdat de christenen mooiere kruisen zouden maken, heeft in een tijd, dat gaat heel lang terug, heeft Pius de negende, aflaten aan verdiend. Want hij als paus wist dat er veel christenen waren die geen mooi kruisteken maakten. Overweeg je leven met welke waarde u aan dat kruis geeft. En als je van iemand iets gekregen hebt, dan krijgt dat ding nog meer waarde als de persoon die het u gegeven heeft, meer waarde heeft, hoger op de ladder staat, in de maatschappij, of dichter bij uw hart ligt. Kruis is ons gegeven door de goede God zelf, door Jezus. Is er iemand die hoger staat dan Jezus? Dus welke waarde moet het kruis wel niet hebben? En dat kruisteken kunt u zelf maken. Kost geen geld, kost alleen erover nadenken, wetende waar je mee bezig bent. En in dat kruisteken waarbij je u betekent, het is een teken, ligt geheel ons geloof in. Het mysterie van de eigendrievuldigheid en de verlossing. Amen. Aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.